De Ketikoti-maand is vandaag officieel ingeluid in Suriname en Nederland. Tijdens het actualiteitenprogramma Mand en Takkie vanmorgen heeft voorzitter Petter Richelieu van de stichting AFRI Diaspora Suriname-Nederland de maand symbolisch geopend. In aanloop naar 1 juli had de stichting enkele activiteiten gepland, maar vanwege de COVID-19-situatie zijn deze afgelast. Portina, nu Amsterdam, naar Plein Dapé. Toekraas, die zijn voor ouders voor UNO. En dat is voor zes strijders voor UNO toe. En dan ook een paai op Port Dapé naar Sluis, naar Mouden voor Suriname Rivier. En Konkou naar Liba. Dat is ook het idee. En ook vice-president Bode Dapé toe. En naar DC. En onder andere stichting Afri Diaspora, en een grassroots organisatie onder andere Shamila en dergelijke. De focus van de Ketikoti maand zal liggen op de verwerking van het gruwelijke slavernijverleden dat de nazaten van de tot slaafgemaakten nog steeds achtervolgt. Richelieu stelt dat deze kennis aan de jeugd bijgebracht moet worden, zodat ze bewust zijn van hetgeen de voorouders hebben meegemaakt. We hebben een probleem, brada. Een probleem zou we hebben. Dat die sinds als slavernij ding, de man pot wette gibi, leek nazaten tot slaaf gemaakt. De pot wette, dat die, you know, mag do you tori, samuskia, welzijn die u, samuskia, begrip die u, samuskia, toekomst die u, samuskia, bribi nin u. De san dat die, de man ben me kwam wet. Nou werd dat die Rokotana dicht de brada. Vandaag zijn de meeste Afro-Surinaamse en Nederlandse organisaties over de hele wereld gestart met het vergroten van de bewustwording over de Afrikaanse geschiedenis. In Nederland zal via de theatervoorstelling De Taal van de Goden het verhaal verteld worden over het oude Egypte en Sudan, beter bekend als Kemet en Kush. Hiermee wordt getracht om meer Afrikaanse kennis over te brengen. Wat wij willen is dat mensen gaan weten en gaan snappen wie Taharka is. Wat was zijn rol in de strijd en de bescherming van Kemet en Kush. Dus Kemet is het huidige Egypte en Kush is het huidige Soudaan. Want daar komt heel veel kennis vandaan. Als het gaat om astrologie, als het gaat om wiskunde, als het gaat om verschillende soorten wetenschappen. Die komen daar vandaan, hebben hun oorsprong. Dat is een van de plekken, zijn een aantal plekken waar heel veel wetenschap vandaan komt. En Kemet en Kush hebben ook bijgedragen aan de opbouw van de huidige samenleving in wereldwijd. Otmar Watson, beter bekend als Kojo Kumambala, hoopt in de maand augustus af te reizen naar Suriname om samen met de dansschool Be Your Own Hero voorstellingen te vertonen aan het Surinaams publiek. Met het Black Heritage Festival streeft de stichting Untold ernaar om kunst, cultuur, erfgoed en geschiedenis samen te brengen. Het thema voor de eerste editie van het festival is Roots. Je moet 12 maanden per jaar gewoon aandacht geven aan alles wat gaat over de Afrikaanse diaspora in Afrika. Maar de maand juni gebruiken we echt als een maand van de Black Heritage, omdat op 1 juli is het afschaffing transatlantische slavernij. En wat wij dan willen bewerkstelligen is dat we de hele maand juni voorafgaan aan 1 juli willen wij verschillende workshops, events, bijeenkomsten organiseren en ook theatervoorstellingen waarbij we jongeren, ouderen, kinderen, cultuurmakers, professionals, erfgoedspecialisten informeren over bepaalde feiten uit de Afrikaanse historie.